Ik zou nog iets aan toevoegen, Hilma, aan de kwaliteiten voor een minister. Nou, het klinkt super degelijk, dit. Ja. Maar is dat ook wat jij zoekt in een minister? Of... Nou, ik denk dat eerlijk en betrouwbaar voorop staat. En daarnaast hoop ik ook dat ze gewoon een visie hebben op het gebied wat zij onder hun hoede hebben. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat ze weten waar ze richting de toekomst naartoe willen. En daar is toch enige kennis van zaken wel... Voor visie moet je naar de ogen uit, zegt Mark Rutte altijd. Nee, maar zo'n zakenkabinet dat je echt nee, in de achtergrond hebt. Nou ja, ik heb daar in het verleden wel eens krachttermen voor gebruikt. Ik vind dat lulkoek, eerlijk gezegd. Vertel. Een zakenkabinet dat veronderstelt dat alleen maar kennis van zaken voldoende is om minister te worden. Nou, dat is echt niet zo. Politiek is een vak en dat moet je ook beheersen. Kan het niet enorm bijdragen? Ja, natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is. Dat als je iemand hebt met kennis van zaken en politiek gevoel, natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is. Maar we hebben in het verleden vinden. Ook wel bewindslieden gehad die om hun kennis van zaken binnen het kabinet zijn gehaald. Wat niet goed mee afgelopen. Namen? Ja. Nou, we hebben een staatssecretaris gehad, Veldhuizen van Zanten. Nou, die was inhoudelijk heel goed op het gebied van de zorg, maar politiek... Geen succes. Andersom is het natuurlijk ook gebeurd. Zeker. Toch? Ja, dat je helemaal geen verstand van zaken had en ook niet uit de verf. Nee, dus de combinatie is het mooiste. En nog even, interessant wordt ook nu. We krijgen ministers van en ministers voor in dit kabinet. Ja, nou, dat hebben we altijd al wel gehad. We hebben altijd de minister voor ontwikkelingssamenwerking gehad. Die is namelijk niet hoofd van het departement, want die huist in bij Buitenlandse Zaken. Maar nu krijgen we er nog meer. Maar we krijgen er 5. En 5 ministers voor, dat zijn dus ministers die op een ander departement zitten waar een andere minister de echte baas is. Maar je dus niet echt het geld mag uitgeven. Nee, waar je toch begroting, de begroting is de minister van. Ja, dat is zo. En we krijgen op 5 departementen straks ministers voor. We noemen een paar: landbouw, justitie, volksgezondheid. Hoe lang heeft Mark Rutte nog de tijd? Nog een dag of 10. Nog een dag of 10.